Een schrikbare stijging voor wat het aantal positieven betreft gisteren op de dashboard. De maand augustus heeft zich afgesloten met het hoogste aantal positief geteste personen. Uit de 754 testen zijn er 326 positief en 428 negatief. Zeer zorgwekkend. Zoals de minister gisteren aangaf, ligt de verantwoordelijkheid bij onszelf, willen wij uit deze benauwde situatie komen. Hou je simpelweg aan de Mohana-maatregelen en vermijd grote massa's. Goedendag, dit is het COVID-19-journaal voor vandaag, woensdag 1 september. Op de eerste dag waarop er gevaccineerd kon worden met het Pfizer-vaccin afgelopen zondag, hebben 1395 personen zich laten vaccineren op het terrein van KKF. De 16-jarige Matthijs Samuel mocht als eerste het vaccin in ontvangst nemen. Hij zegt na goed overwogen te hebben en goed informatie heeft kunnen inwinnen bij de deskundigen, heeft hij besloten zich te laten vaccineren. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik een concreet besluit had over wanneer ik me wilde laten vaccineren. Ik heb heel wat mensen gesproken, ik heb met specialisten mogen spreken, ik heb met volksvertegenwoordigers gesproken, ook met sporters. Allemaal hun meningen en hun ervaringen rond het vaccineren meegenomen in mijn besluit. En nu ben ik in de gelegenheid eindelijk mijn deel te doen. Daarom laat ik me vaccineren. Voel ik me nu? Ik zou zeggen, vreselijk blij. Het is een beetje niet te beschrijven. Het is allemaal heel snel gegaan. Maar het gevoel dat ik nu heb, gewoon wetende dat ik een stuk veiliger ben en dat ik anderen veilig hou, dat doet me heel veel goed. Omdat ik de eerste mogen zijn en alle plechtigheid mogen bijwonen. Dat is allemaal heel tokenistisch. Inderdaad, het hoort erbij en ik hoop dat die ambitie drijft, maar gewoon voor mezelf, dat ik weet dat ik nu een stuk veiliger ben. Dat betekent niet dat ik me losbandig ga gedragen hoor. Maar het is een hele geruststelling. Weten dat als ik ziek mocht worden, ik niet zulke zware symptomen ga vertonen. En dat het allemaal heel makkelijker overgaat. Ja. Ik ben gevaccineerd. Nu is het jullie beurt. Het Pfizer-vaccin heeft Suriname als donatie ontvangen van de Amerikaanse regering. Amerika heeft in totaal 160 miljoen doses geschonken aan de Caribische landen. Hieruit kreeg Suriname 580.000 doses, waarvan de eerste tranche van 140.000 op 20 augustus is gearriveerd. Ambassadeur Karen Williams geeft in gesprek met het COVID-journaal aan hoe deze donatie tot stand is gekomen. Well, there's a couple of levels here. The White House, President Biden, decided very early on that he wanted to get vaccines out to the rest of the world as quickly as possible, as soon as feasible. And then at the same time, regions of the world and individual countries like Suriname were making requests to get vaccines. And we've been working for many months with the government of Suriname on its requests for vaccines. And so we're very happy that it's all come together. Between the availability from the United States and the capacity for Suriname to actually deliver the vaccines. We've been doing things with Suriname all along during the pandemic. We've done a 40-bed field hospital. We've done nearly $750,000 in equipment and protective equipment, ventilators, defibrillators, all kinds of different supplies. So this has been ongoing for us. I can't tell you exactly what is next. It will depend upon the discussions with the government of Suriname on what is needed and also what is available from the U.S. side. But between the pharmaceuticals, the vaccines, and all of the donations that have come in via U.S. Southern Command, the military command, I think we've been able to help in a substantive, a very substantial, and in the case of the field hospital, very long-term way. And so I can see the cooperation continuing, but I can't give you a specific right now on what would be next. De Amerikaanse ambassadeur Karen Williams zegt erg verrast te zijn met de launch van het Pfizer-vaccin. Heel vroeg waren er al kinderen vanaf 12 jaar op de been om hun eerste prik te halen. Maar ook de vrijwilligers die hun diensten hebben verleend
vindt de ambassadeur indrukwekkend. Oh, it's very good. I mean, I've been so impressed. Even from first arriving this morning, there were already people, parents in line with their children early on. The enthusiasm from the volunteers is just amazing. The commitment from all of the volunteers and workers here is amazing. And I really have to applaud all the people who are coming in with their kids, because vaccines don't mean anything unless people actually use them and get them into the arms of the children. It's the only way to get people back into schools and to recapture that year lost, in many cases, of being able to be in school and getting the education we all need. In zijn speech bij de launch van het Pfizer-vaccin sprak onze gezondheidsminister een woord van dank uit aan de Amerikaanse regering. We zitten in een oorlog waar we niet alleen moeten vechten, maar veel moeten praten. Praten met de samenleving in de vorm van verschillende manieren van voorlichting. Mensen motiveren zich te laten vaccineren. Hij betreurt het ook dat er nog steeds mensen rondlopen die het nog steeds niet kunnen vatten dat COVID-19 echt bestaat. It's a war, but war doesn't end only with fighting, but also with talking. So we have to increase our talking with the community. Our talking with the community to increase the awareness, to increase the willingness to accept this vaccine. Because a lot of people understand the importance of vaccines, of coverage, of protection, but there are a few people, and we must not underestimate this amount of people who are not willing to accept COVID-19 as a disease and as a pandemic. But if we look at our development from the start of the COVID pandemic, we already have passed 3 waves, and now we are at the beginning. Actually, we are already in the heat of the 4th wave of COVID-19. So this is very concerning, because we have started 6 months now with vaccination, and we have already, I think we have already put 328,000 doses of vaccines, of different vaccines. So it is very concerning. But first, I would like to thank the United States of America for donating and making Pfizer available for the world. We have received a lot of support from the United States of America. As you know, 1 week earlier we had the official handover of the vaccines. And I already mentioned it there. From the beginning, I have experienced the support of United States of America as a very great backbone support to Suriname, from PPE to equipment to last month the field hospital, which now will be at very good use if we see the fourth wave increasing. So once more, we would like to thank the United States of America, not only for helping Suriname, but also the Caribbean and the rest of the world. Suriname zit momenteel opnieuw in een uitdagende situatie. Een situatie waar er weer een druk op de ziekenzorg wordt verwacht. We zitten aan het begin van de 4e golf en de cijfers stijgen heel snel. Dat zegt de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Kayadar-Sukul. Wat COVID betreft, dan is het zeker nog steeds uitdagend, omdat we te kampen hebben met een stijgende trend. We zijn in principe in de 4e golf, als je kijkt naar de cijfers. En we hebben een uitdagende situatie bij de opnameplekken. En we zijn druk bezig om die op te schalen, om de zorg alsnog aan te kunnen. Maar aan de andere kant moeten we rekening houden dat we de zorg aan alle andere mensen die verbetering in hun gezondheidssituatie wensen, dat we die zorg ook moeten continueren. We kunnen ook de mensen eten na COVID, maar we kunnen ook de mensen eten na hartaanval en atrasani. Maar we moeten hele gezondheidszorg goed proberen eigenlijk de ondersteuning te geven. Dus vandaar dat we hier ook druk bezig zijn om dat gedeelte van COVID efficiënter aan te pakken. We zitten in principe in de 4e golf omdat het duidelijk is dat er vanaf een dalende trend van 270 bij de 3e golf, 270 nieuwe gevallen per dag gemiddeld, dat die gedaald was naar 70 nieuwe gevallen per dag. Dus
best wel nog steeds hoog, 70. Maar omdat het eigenlijk heel hard gaat, het is boven de 150 al per dag, nieuwe gevallen. En als je dat eigenlijk op een curve uitzet, dan zie je dat we naar een vierde piek toe gaan. En als dat zo verder gaat, dan hebben we dan een vierde golf op de grafiek. De cijfers gaan heel hard omhoog. Wij als samenleving moeten ervoor zorgen dat we geen mega-uitbraak krijgen tijdens deze vierde golf. Dat zegt Rakesh Gader Sukul in gesprek met het COVID-19-journaal. Ik kijk naar de doden ten gevolge van COVID-19. Ik kijk naar de IC-opnames. We kijken naar de vaccinatiegraad. We kijken naar de weekgemiddelden. En uiteraard nog een aantal randzaken waarmee we rekening zouden moeten houden om te weten of we naar een ramp toe gaan of niet. Wij moeten ervoor zorgen dat we geen rampzalige situatie krijgen hier in Suriname als gevolg van een COVID, een super COVID-uitbraak of een vierde megagolf als het ware. En dat zijn de cijfers waarop we moeten letten. En het belangrijkste is dat we een ramp moeten voorkomen. En dat doen we dus hier door zoveel mogelijk mensen te motiveren. Laat u vaccineren, zodat u niet in de IC belandt. Zodat u niet komt te overlijden als gevolg van COVID-19. Minister Amara Madin van Volksgezondheid heeft op een op 31 augustus 2021 gehouden persconferentie benadrukt dat de COVID-19 situatie in ons land nog steeds getypeerd kan worden als onaangenaam. Hierbij zijn de epidemiologische ontwikkelingen en de inspanningen die er vanuit het ministerie van Volksgezondheid gepleegd worden om de vaccinatiebereidheid te bevorderen, breedvoerig onderstreept. Vanuit het ministerie is er geconstateerd dat er al diverse initiatieven worden ondernomen voor wat betreft de opvoering van de communicatie, vooral in het binnenland. Medische Zending is al begonnen om met de binnenlandbewoners van de omliggende dorpen te praten, om zich alsnog te laten vaccineren. Aldus Ramadin. De bewindsman geeft aan dat de regering niemand verplicht om te vaccineren. Vanuit het ministerie hebben wij ook geconstateerd dat er diverse initiatieven worden ondernomen voor wat betreft de communicatie naar de samenleving. Zo is de medische zending bijvoorbeeld in het binnenland bezig dagelijks met reach-out activities. As we speak is de directeur van medische zending nu bij, in het binnenland om met de Gramang te praten over de vaccinatiebereidheid. En er worden ook dagelijks dus ook plekken en dorpen bezocht om mensen te overtuigen en te vaccineren. Nogmaals wil ik benadrukken hierbij dat de regering niemand verplicht stelt om te vaccineren. Er is nimmer ooit gesteld dat wij mensen verplichten om te vaccineren. Dat wil ik benadrukken. Indien wij eigen verantwoordelijkheid niet op ons kunnen nemen, kunnen we voor 1 september weer in een hele moeilijke situatie terechtkomen, vooral voor de ziekenhuizen. Dat zegt epidemioloog Ingrid Krishnarat. Als we doorgaan met elkaar besmetten, elkaar gewoon omgaan met elkaar op een gewone manier en telkens het virus overdragen, dan zullen we tegen eind september weer in een moeilijke situatie kunnen komen voor de ziekenhuizen. We gaan wel veel besmettingen zien in de komende maand, maar gelukkig hoogstwaarschijnlijk niet veel hospitalisaties. In de komende weken bedoel ik, maar hoe meer de maand vordert, hoe meer de hospitalisaties ook zullen toenemen, als er niks gebeurt. De afgelopen 2 weken zijn er heel wat testen uitgevoerd, waarbij 20% van de mensen die positief getest waren, volledig gevaccineerd zijn. Zij hebben milde klachten ten opzichte van de niet-gevaccineerden. Het is epidemiologisch bewezen dat mensen die zich laten vaccineren tegen COVID, milde klachten zullen ervaren. Ik heb dus in de data gezien dat mensen die besmet raken, toch? Je raakt besmet en dan word je vastgesteld als COVID-positieve en je wordt dan in isolatie geplaatst en zo. Daar zijn ook gevaccineerden bij en ongeveer 20% van die mensen die in de afgelopen 2 weken zijn getest waren volledig gevaccineerd. Maar van die besmette mensen gaan ze allemaal heel mild hebben gewoon een beetje dingen, terwijl van die mensen die niet gevaccineerd zijn toch wel een behoorlijk deel naar het ziekenhuis gaat. Dus hun ziekteverloop is veel milder en veel prettiger eigenlijk.
Niet wanneer je gevaccineerd bent betekent dat dat je normale leven weer kan leiden. De Mohana-regels dienen ten alle tijde in acht genomen te worden. Als gevaccineerde kan je nog besmet raken en anderen die niet gevaccineerd zijn, besmetten. Continu benadrukt moet worden dat Mohana nog steeds belangrijk is, omdat vaccineren uiteraard goed is, duurzamere oplossing biedt, dan continu de mondkap op te zetten. Maar terwijl u vaccineert, vragen wij u niet te denken dat u nu untouchable bent en dat u niet besmet kan worden, nog heel erg ziek kan worden. Omdat vaccineren wel belangrijk is om besmettingen tegen te gaan, om ziekteverschijnselen tegen te gaan, maar de besmettingen die zullen nog plaatsvinden. Dus, nog steeds het belang van Mohana. U kent het beeld. Bij vele winkels, et cetera, mensen letten niet meer zoveel op. De verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij elk individu. Elk individu die een masker opdoet, draagt weer bij aan die totale bescherming. Ik ben gevaccineerd, dokter. We zijn allemaal gevaccineerd hier volgens mij. Maar ik ga niet zonder mijn mondkap ergens of iets dergelijks, want ik kan besmet raken en iemand besmetten die ik niet wil besmetten. Ja. Dus dat kan wel gebeuren. Ik denk niet dat ik erg ziek word of wat dan ook. Dus daar ben ik niet zo bang voor. En met deze informatie zijn we vandaag weer aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Ken je verantwoordelijkheid. Neem de Mohana-maatregelen continu in acht en voorkom verder verspreiding. Zoals dokter Krishnadat al waarschuwde, kunnen we voor eind september opnieuw in een misère zitten als we ons niet houden aan de regels. Je ziet zelf de stijgingen op de dashboard. Hoor je schreven naar de maatregelen, voorkom morgenstijgingen. We zijn er vrijdag weer met het journaal in het Surinaams.